Hey, Bart Valken hier en welkom bij mijn Mega Blender training serie, video nummer 62, animatie voorbereiden. In de vorige video hebben we een beetje uh, creatief nagedacht over het plannen van je animatie. In deze video een paar onmisbare technische tips die jij moet weten voordat jij je animatie kan maken in Blender. Breng je tekening tot leven in Blender. Deze training is veel meer dan alleen deze video. Check mijn site voor veel, veel meer. Alle video's staan daar handig bij elkaar en download daar ook alle blende doelopdrachten. Maar ik heb nog meer voor jou. Ik heb ook een handig boekje gemaakt met een samenvatting plus de gebruikte sneltoetsen en de doelopdracht voor elke video. Dus neem maar nou zeker een kijkje, maar niet voordat je deze video helemaal hebt bekeken en jij hier op YouTube op die abonneerknop en die bel hebt geklikt. En laat eens een leuke reactie achter. Alright, en die onmisbare technische dingetjes die je echt even moet weten is start en eind frames per seconde, resolutie en misschien nog een tikje opruimen. In mij is beginnen met start en eind. En we switchen even naar Blender. En dit is de die animatie ik had gemaakt voor video 60 met een astronaut op een komeet. die op een uh, UFO schip vol met aliens. Uh, Knalt zo. Hey, uh, wil je het resultaat van deze animatie zien? Check vooral film 60. Moet je sowieso doen. Want dan weet je ook dat dit de 3D viewport is. Dit de 3D of de camera view, 3D viewport. En hieronder, dus die dope sheet. Hier komen de keyframes terecht. En hier kun je de interpolatie van de keyframes regelen. Dus de snelheid ertussen twee keyframes enzovoorts. Hey, als je geen idee waar ik het over heb, kijk film 60. En dan weet je ook dat die onder een soort ingeklapte versie zit van de tijdlijn. Maar goed, start en eind. Dat dat kun je instellen. Hier vind je een soort. Uh, nou, dit de Properties panel. En hier vind je een tabblad. En dat is een soort uh, printertje, zeg maar. <laughs> en hier kun je dus. Uh, daar gaan we het over hebben. Hier bij Frame Range. Instellen. Wat de start- en eind- en de step moet zijn. Nou, start- en eind- daar gaan we vooral voor op focussen. En die is nu ingesteld op 0 en 300. Oftewel van frame 0 naar frame 300. Nou, die kan je ook op een andere plek instellen. Namelijk hier rechts. Onder bij de tijdlijn vind je hier ook start en eind. En hier vind je altijd welk frame, frame je nu in zit met je blauwe tijdsindicator. En dat is dus bij de dope sheet zo en dat is bij de graph editor zo. Maar hier kun je dus ook instellen waar die moet beginnen. Start en eind. Dus dat is heel erg belangrijk. Want in, uh, nou ja, je, hebt, je hebt natuurlijk bij film 61, plan animatie al bedacht hoe lang de animatie moet worden. En dan kan je hier dus dat instellen. Oké, okay, wat is het volgende? Nou, frames per seconde. Is ook wel. Uh... Logisch natuurlijk, want ja, als je die start en eind bijvoorbeeld nu op 300 hebt gezet, dan wil dat niet zeggen hoe lang het eigenlijk duurt, want dat heeft alles te maken met frames per seconde. Hier weer in hetzelfde tabblad vind je hier frame rate en hier een, een drop down menuotje. En daar kun je dus FPS instellen, frames per seconde. Nou ja, ik video is eigenlijk niks anders dan een heleboel plaatjes die die snel achter elkaar laat zien. Nou en hoeveel plaatjes die per seconde... Uh, laat zien. Dat hangt dus af van wat jij hier aanklikt. Eh, een, beetje, een beetje gamer onder jullie, die wil natuurlijk zo hoog mogelijke FPS en zo smooth mogelijke ervaring. Blablabla. Maar hoe meer plaatjes je per seconde gaat renderen, hoe langer jouw rendertijd natuurlijk gaat zijn. Standaard en eigenlijk wel minimaal is gewoon 25 frames per seconde. En uh, jouw oog uh, kan het prima bekijken hoor. Gewoon 25 frames per seconde. Maar wil je heel fancy doen, dan kun je dus ook. Uh, switch je naar 50. Maar bedenken, ik heb hier al mijn animatie gemaakt. Als ik dan switch naar uh, 50, nou moet je kijken, dan gaat hij dus de boel twee keer zo snel afspelen. Omdat hij dus uh, die, die plaatjes in een kortere tijd achter elkaar afspeelt. En dan dus zit je animatie dus super snel. Dus dit, die frames per seconde, wil je vooraf bedenken en niet achteraf. Want anders uh, klopt er helemaal niks meer van jou. tempo Dus reken maar eventjes mee. Uh, het eind staat nu op uh, 300 frames. En mijn frames per seconde op 25. 300 gedeeld door 25 betekent dus dat de hele animatie dus 12 seconden duurt. En als ik hem op 50 frames per seconde zet, zou zetten, 300 gedeeld door 50, dan zou die dus nog maar 6 seconden duren. En op die manier kan je dus in de tijd berekenen hoe lang die hele animatie dus gaat duren. All right. Dan door naar resolutie. Want de resolutie is ook wel een hele belangrijke. Belangrijk. En die vind je in hetzelfde uh tabblad hierboven. En daar staat de resolutie: x en i en procent. Nou, er, er staat px achter en dat betekent gewoon pixels. En als ik even op inzoom, dan kun je het zien. 200 en ik je eigenlijk gewoon alles uh, intypen. Nou, er staat nu op 2880 bij 1620 pixels. En dat wil eigenlijk zeggen, dus gewoon hoeveel pixels uh, bestaat jouw uh, kader, jouw uh, frame, zeg maar. Nou, en de x-as zeg maar is, uh, is uh, deze kant op en dan de y-as zeg maar is uh, deze kant op. Nou, dat uh, snap je wel, hè? Je kan er gewoon op uh, klikken en iets anders uh, intypen. Bijvoorbeeld het uh, standaard HD formaat is 1920 bij uh, 1080. En dan zie je zien dat hij gelijk ook het kader aanpast. Je kan hem ook wat meer cinematic meegeven. Dan uh, doe je meer. Uh, meer zo. Kijk, en dan zie je dus ook dat het, ja, het kader gelijk aangepast wordt. En ook zelfs de vorm van de camera en de 3D eh, viewport. Nou, je kan er dus. Wat ook grappig is, je kan er ook gewoon uh, sterretje 2 doen. En dat is gewoon een sommetje keer 2. En doe ik nog een keer keer 2. En dan heb ik uh, 4k. Je kan ook uh, keer 0,5. Dus oftewel gedeeld door 2. Dus op die manier kun je dus heel makkelijk in het vakje al gelijk sommetjes op uh, toepassen. En hij stond geloof ik op keer anderhalf. Keer anderhalf op uh, dit formaat. Dus kies je eigen resolutie. Maar het is wel een beetje handig om te zorgen dat het niet hele wazige uh, gekke resoluties wordt. Anders krijg je allemaal van die gekke balken. Als je het bijvoorbeeld op YouTube gooit of ergens op een scherm uh, afspeelt. Dus eigenlijk altijd een uh, veelvoud van 29 bij 1080 of meer uh, cinematic. Dan krijg je 4096. Bij even spieken 1716. En dan wordt het dus wat uh, veel breder bioscoopbeeld eigenlijk. Maar je kan dus ook uh, gewoon een bewijs van 2000 bij 2000. Als je iets uh, vierkants wil maken voor Instagram of uh, weet ik het wat. Uh, bedenk het maar zo gek als jij het wil. En hier vind je trouwens percentage. En dat is eigenlijk een soort renderkwaliteit. Dus als ik die op 100% zoek. dan zal die dus het allerbeste renderen van wat hij maar kan. Maar als je die op. Uh, wij is van 50% zet, dan zal hij dus eh, 50% eh, kwaliteit zeg maar, eh, renderen. Dus je dit is wel grappig trouwens. Je kan hem dus zeg maar heel erg hoge resolutie, maar dan percentage laag en dat ziet er niet heel mooi uit. Maar dan heb je wel ja, veel pixels op een lage kwaliteit, maar wel snelle renderen, zodat je snel een preview render kan doen om te kijken of het er allemaal een beetje leuk uitziet. Um, Oké, okay. terug naar het rijtje. Start, eind, frames per seconde, resolutie. Dat zijn dus de drie dingen die echt heel belangrijk zijn om van tevoren goed over na te denken en goed in te stellen. Ja, en de laatste valt een beetje in de deur-categorie. Ik heb er ook een vraagsteken achter staan. Je moet het lekker zelf weten, maar moet je nog een tikje opruimen? Want het is heel erg fijn animeren als je de boel een goede naam hebt gegeven en in een goede doos hebt gezet van de outliner. De objecten, de materialen, dit weet ik het wat en al uh, dat soort dingen. Kijk, hier in deze heb ik uh, vier collecties gemaakt. Um, uh, lampen, aliens, astronaut en uh, camera. Maar ik ben ook al heel eerlijk hoor. Ik heb hier uh, niet echt hele goede namen gegeven voor alle materialen. Maar dat was ook even een snel tussendoor projectje. Als dit echt jouw mega-project is dan en je gaat aan de slag met de animatie, um, zorg ervoor dat alles een beetje is opgeruimd. En uh, besteed daar eventjes tijd aan, want het maakt je leven in Blender een stuk aangenamer. Oké, okay, dat was hem voor deze video. In de volgende video, die wil je ook niet missen. Plaats je camera's, want die kan je allemaal camera's in de scène in je 3D-omgeving zetten. Heb je al een paar keer voorbij zien komen en je heel makkelijk met een sneltoetscombinatie laten in, een, in de tijdlijn markeren en laten switchen. Nou, ik laat het je daar zien. Maak iets.